Maar de afzuigkap, ja, verder is er nog dezelfde staat, zeg maar. Misschien moeten we het toch maar even naar de woonkamer doen. Hang doen voor de haren van Yuki. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 16 mei. En het is dinsdag al, ja. Gisteren eigenlijk weer de hele dag op de bank gezeten op mensen wachten. Ja, nog steeds mensen. Ik zal zo even laten zien hoe ver de gang van zaken nu is in de keuken. Maar ik heb Rosa weer hier. Yuki is heel erg blij dat Rosa er weer is. En Rosa is ook blij dat Yuki er weer is. En nou, allemaal dat. Ik ook. Ik ben ook weer blij dat Rosa er is. En dat de kinderen er vanmiddag weer zijn. Ook al is het even improviseren of met koken en zo. Want ik kan nu wel koken. Dat ga ik zo even laten zien. Maar het is nog allemaal niet ideaal. Qua afwassen niet. En de keuken mag niet te nat worden. Nou goed, ik zal het zo even laten zien. En mijn nichtje komt ook vandaag weer. Ja, weet je, de situatie zoals het nu is, is niet ideaal. Maar we moeten maar even met elkaar er het beste van maken. En met de onderdelen van de keuken die we wel hebben, gewoon zorgen dat het allemaal werkt. Ik ga het jullie even laten zien. Ja, Yuki is wel meteen weer heel erg Rosa aan het opzoeken. Dus ik... als dit klaar is, dan laat ik jullie even de keuken zien. Want dit kan ik zo niet... is inmiddels wel een stuk groter. Zie ik nu. En Rosa die gaat heel veel aan haar voelen en haar pakken. Zo leuk. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag 17 mei, meen ik. Gisteren zijn ze in de middag nog geweest om de afzuigkap van de keuken te maken. Ik zal het even laten zien. Ja, dit is inmiddels helemaal naar buiten gekomen. Hoe ze dat gaan afwerken, ik heb echt geen idee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Maar de afzuigkap is aangesloten. Alleen ja, er moest nog wel achter geschilderd worden. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan weer aan gaan pakken. En dit krijg ik er niet af. En het zit ook daarachter nog. Dus de afzuigkap moet er even af om het plastic eraf te halen. Maar ik weet niet hoe. Ja, verder is er nog dezelfde staat, zeg maar. Week 3 inmiddels. Ik merk dat ik het heel beu word. En dat ik ook echt niet een leuk persoon meer ben om mee om te gaan. Want het kost me heel veel energie. Het vreet me energie dit. Continu komen er mensen aan de deur. Komen de mensen naar binnen. Als ik er niet ben, hebben ze een sleutel. Maar ja, weten ze niet allemaal. Dus dan geeft gewoon extra stress. En niks is ook goed geregeld. Het liefst moet je er gewoon heel erbij zijn. Om te kijken of het allemaal goed gebeurt zoals is afgesproken. Maar goed, ik ga stoppen met mopperen, want ik ben er geen leuke persoon van. En ik kan beter gewoon eventjes niks over zeggen. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is Hemelvaartsdag vandaag, 18 mei. En Agnes en ik hadden besloten met de kinderen naar IKEA te gaan. Ik heb niet gefilmd. Nee, ik ben door mijn rug gegaan vanmorgen. En ik had even genoeg aan alleen mezelf. Als ik loop gaat het wel, maar zodra ik even heb gezeten of als ik uit de auto kom, nou, dan voel ik me echt oud en kreupel. Maar, Yuki is ook blij dat ik weer terug ben. Ik heb het een en ander gevonden bij de IKEA. Ik laat het even zien. Ik doe het even zo in de tas. Ja, misschien moeten we toch maar even naar de woonkamer doen. Kom. Dat is misschien toch handiger. Het is een beetje een rommel hier. Zo. Nou, deze heb ik van Agnes meegekregen voor mijn rug. Jij hoeft niet in de tas. Ga eens weg. Nee, nee. Ga eens af. Dat werkt niet zo. Nee, nee. Nee. Goed zo. Stekkerdozen. Die had ik nodig voor in de keuken. Een aantal dingen die... dit nu nodig hebben. Ik heb 4 van deze plankdragers voor boven het kastje aan de muur bij mijn keuken. Daar heb ik er 4 van.
Dit is eigenlijk een beddensprei, maar ik ga hem over mijn bank doen voor de haren van Yuki. Want dat loopt best wel de spuigaten uit momenteel. Daar heb ik er twee van, twee banken. Nou, die maakte de tas dus ook zo zwaar. Dan heb ik hier een pompje voor zeep in te doen. Wat hebben we nog meer? Oh, een lampje. Want Steven vindt die lamp te fel. Dus ik heb een iets minder fel lamp in die lamp. Nou, dan heb ik dit om handdoeken aan op te hangen. Even kijken of dat gaat werken. En dan heb ik nog zo'n kleverroller. Dus nog zo'n steun. En verschillende maten van die zakjes. Die komen altijd van pas natuurlijk. Maar ze hebben echt steeds leukere kleurtjes. Kijk hier met dat goud en dat zwart. Een raamtrekker. Daar kun je ook de haren mee afhouden van de bank. En deze, die wilde ik even testen of die ook werkt. Om haren van kleding. Van de bank gaat het dus ook. Oh, hier weer een hele goeie. Kijk hier hoeveel haren erop zitten. Wel één kant op. Nou, het is meer voor je kleding bedoeld. Maar het pakt wel. Dus ja, het is makkelijk voor op je kleren zo. Ja. Kijk, maar hij pakt het er wel goed af. Dus dat was de IKEA stash. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Goedemiddag inmiddels al. Het is vrijdag 19 mei. En eigenlijk heb ik al een halve dag op zitten met even de bank helemaal gezogen en een kleed eroverheen gelegd. Kijken of dat een beetje werkt. Dat als we dan haarvrij willen zijn, dat we even het kleed aan de kant gooien. Dat ga ik even kijken. Want Yuki is heel erg in de rui momenteel en ik hou van haar prachtige mooie witte vacht. Alleen als je iets donkers aan hebt, dan is dat toch wel heel erg, pakt het heel erg aan, zeg maar. Ben aan het wachten. Iemand komt een klein tuinsetje brengen voor mijn voortuin. Daar had ik al een tijdje geleden had ik daarop gereageerd op Marktplaats. En ik was eigenlijk aan het wachten tot de voortuin een beetje klaar was met betegelen. Dat is een man hier uit de straat, die doet steeds een stukje. En probeerde me een beetje te helpen met de tegels weer een beetje recht te leggen. Maar ja, ik kan die mensen ook niet zo lang meer laten wachten. Het is nog niet af, de voortuin. Dat wilde ik pas laten zien als het af was. Maar ja, ze komen straks brengen. Dus dan laat ik het even zien. En wasje hangt buiten. En so far so good. Ik ga straks even planken halen voor de keuken. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik nog gefilmd heb van de keuken. Wat er wel en niet af is. Maar ik laat jullie vanavond dan wel of morgen wel even zien. Wat een beetje de tussenstand. Het eindstand is het nog niet. Dat is volgende week, denk ik. Maar een beetje de tussenstand is. En ook praat ik jullie even bij over alles over de keuken. Want dat heeft nog wel een staartje gekregen. Vooral voor het aannemersbedrijf. Dus ja. Ik ga even koffie maken. Wel zin in. Ja, bloedje heet. Want het is in deze kamer, als ik aan het editen ben. Het is al de tweede video die ik aan het editen ben. Want ik moest ook nog voor een andere video moest ik even editen. Die zien jullie later van de week. Maar ik laat jullie hier wel heel erg achter met een cliffhanger. Maar geloof me, in de vlog daarna, want ik heb even gekeken, kom ik erop terug. Dus het komt helemaal goed. Maar ja, ik kan het moeilijk nu al gaan vertellen. Want dan hebben we voor volgende week weer geen informatie. Toch? Maar goed, het is een beetje een korte vlog. Want het was echt een hele rare week met in- en uitloop van werkmannen. Combinatie met mijn werk weer, met de kinderen die er weer waren. Mijn nichtje die er weer was. En gewoon het huis wat gewoon nog een chaos was en zo. Kwam ik eigenlijk weinig tot filmen en wilde ik eigenlijk vooral delen wat ik bij IKEA had gevonden. En ons harenprobleem met Yuki, wat we een beetje te lijf aan het gaan zijn, zeg maar. Want ze is momenteel heel erg, ze was in die week heel erg aan de rui, in de rui. Het waren even van dat soort weken. Volgens mij de week daarna is ook nog een beetje rommelig. Maar vanaf deze week, of vorige week, is het weer helemaal, helemaal weer zo gegaan. Ja.
Maar ja, het komt allemaal goed. En het heeft heel veel werk. En ook de voortuin is zo goed als af. En die zal ik van de week even gaan filmen. Want ik vind het dan wel weer leuk om dat in zijn geheel even te laten zien. Met de tuin zit je en de tuin die af is. Goed. Ik wens jullie een hele fijne week. Het is bloedheet. Maar laten we niet zeuren. Laten we niet zeuren. Want we hebben heel lang regen gehad. En het is nu prachtig mooi weer. Maar het is ook alweer ontzettend warm in huis. Het is gewoon 28 graden hier in huis. En dat is eigenlijk heel snel zo gegaan. En ook op de slaapkamers waar Michelle haar kamer is dit. Is het gewoon bloedheet. Ja. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Wat ik net ook zei, geniet van de week. En ik zie jullie weer tot de volgende video. Doei doei!